Ik ben David Biron. Ik was en ben verantwoordelijk voor de realisatie en het ontwerp van de Jaarbeursplein als onderdeel van het consortium van Witteveen-en-Bos, Okra en Zwart en Jansma Architecten. Het is een integraal ontwerp van de bovengrond met de ondergrond. Het plein is ontworpen samen met de parkeergarage. De parkeergarage begint 10 meter vanuit het Beatrixgebouw en loopt tot in het midden van dat zandvlak. In de toekomst, dat zandvlak wordt nog bebouwd met twee kantoorgebouwen. De ontwerpfilosofie van het ontwerpteam was: we bouwen geen parkeergarage, maar we bouwen een villa onder de grond met een dakterras erop. Dakterras is een Jaarbeursplein met een parkeergarage eronder. De ontwerpfilosofie van de parkeergarage is eigenlijk gebaseerd op rust. Het is gewoon heel simpel ontworpen. De plafond is volledig vlak, geen uitkaring in het beton. Alle installaties zijn ingestort in het beton. We zijn nu op niveau -3 en de daglicht komt gewoon tot de laagste vloer in de parkeergarage. De parkeergarage is heel erg modern. We hebben 42 laadpalen momenteel in gebruik. We kunnen ook nog uitbreiden met 100 stuks. Dus alle installaties in de parkeergarage zijn gerealiseerd voor 100 laadpalen. Geen één parkeergarage in Nederland heeft zoveel vermogen om auto's te laden. We hebben ook een fijnstofsysteem om de lucht die wordt gepompt van buiten naar binnen te zuiveren. En de lucht van binnen die wordt weer naar buiten gestuurd, weer te zuiveren. We zuiveren het lucht twee keer. Op het dak van de parkeergarage hebben we 42 bomen aangebracht. Omdat het plein moest gewoon ook een groene plein zijn, een evenementenplein met bomen. We hebben gewoon 42 volwassene bomen in verschillende maat aangebracht. Dus ik weet niet of het goed gaat met die. Het is wel een beetje groen.